De Outline en Slide tab zijn normaliter aan de linkerkant van het PowerPoint venster te vinden. De Outline tab toont de tekst in uw presentatie. De Slide tab toont een miniatuur van al uw slides. Klik op de miniatuur om de slide in het Slides-paneel te bekijken. Kies de Slide tab om de miniaturen van de slides te bekijken. Kies de Outline tab om een vertoning te krijgen van de tekst binnen uw presentatie. Nadat u PowerPoint slides heeft gemaakt, kunt u deze verplaatsen, knippen, kopiëren, plakken, dupliceren, navigeren of ze bekijken in Sorter View. Om de slides te bekijken in Sorter View moet u een van de volgende handelingen verrichten. Kies de View-tab. Klik vervolgens op de Slide-sorter-knop in de Presentation Views-groep. Of u kunt klikken op de Slide-sorter-knop die u vindt in de rechterbenedenhoek van het PowerPoint-venster. Houd de controltoets ingedrukt en druk vervolgens op de home-knop om naar de eerste slide te gaan. Om naar de laatste slide te gaan, houd de controltoets ingedrukt. En druk vervolgens op de endtoets. Om naar de volgende slide te gaan, gebruikt u de rechterpijltoets op uw keyboard. Om naar de vorige slide te gaan, gebruikt u de linkerpijltoets. Dubbelklik op een slide om de slide te openen in de normale weergave. Om een slide te selecteren, klikt u op de slide die u wilt selecteren. Om meerdere slides te selecteren, houdt u de controltoets ingedrukt en selecteert u daarna de slides naar wens. Als u een slide wilt verwijderen, selecteert u de slide of slides die u wilt verwijderen. Druk daarna op de delete-toets op uw keyboard. U kunt ook slides verwijderen door de slides te selecteren en vervolgens de home tab te kiezen en te klikken op de delete-knop in de Slides groep. Om een slide te kopiëren, selecteer een slide. Kies de Home tab. Klik op de Copy knop in de Clipboard groep. Een andere manier om een slide te kopiëren is door de slide te selecteren en gebruik te maken van de shortcut Ctrl C. Om de slide die u hebt gekopieerd te plakken, Selecteer de slide na welke u wilt dat de nieuwe slide verschijnt. Kies de Home-tab. Klik de Paste-knop in de clipboard-groep. Er verschijnt een kopie van de slide die u hebt gekopieerd na de slide die u hebt geselecteerd. Een andere manier om een slide te plakken is door gebruik te maken van de shortcut Ctrl V. Als u een slide wilt wegknippen, selecteer de slide of slides die u wilt knippen. Kies de Home Tab. Klik op de kotknop in de clipboardgroep. PowerPoint knipt de slide. Een andere manier om te knippen is door gebruik te maken van de shortcut Ctrl-X. Als u een slide wilt verplaatsen, moet u de slide of slides selecteren die u wilt verplaatsen? Sleep ze naar de nieuwe locatie. Om een slide te dupliceren, selecteer de slide of slides die u wilt dupliceren. Houd de Control-toets ingedrukt en druk vervolgens op D.